Hij zou het fijner vinden als het werkelijk een soort parodie van een echt bestaand bureau uit een uitgeverij, want dat zou het veel dichter bij het echte leven staan. Je pense que c'est toute la différence qu'il y a entre une bande dessinée dite pour enfants et une bande dessinée pour adultes, qui est une sorte de critique du monde. Daar ligt volgens André Franquin het verschil tussen een strip voor kinderen of een jong publiek en een strip voor een ander publiek, een ouder publiek, die natuurlijk op een andere manier kan opgevat worden. Dus we kunnen rustig gaan dat uitgeverij de Queen iets verder blijven staan, want die contracten met meneer de Mesmaker, die worden nooit getekend. Je n'ai pas très bon pour les questions, mais enfin, les contrats avec le Mesmaker n'ont jamais été signés. Non, évidemment, ils ne le sont pas. Ou bien quand ils sont signés, ils sont détruits la seconde d'après. Les contrats ne peuvent natuurlijk nooit gesigneerd worden. Mochten ze ooit gesigneerd worden, dan zou dat natuurlijk door een of andere omstandigheid onmiddellijk daarna weer teniet gaan. Mais par exemple, pour rejoindre la question précédente, un personnage comme de Mesmaker peut évoluer, pourrait, dans une série comme Gaston, même, évoluer et se rapprocher plus d'un homme d'affaires existant et être décrit beaucoup plus comme un véritable homme d'affaires et deviendrait alors une critique. Et ce ne serait pas seulement les gags un peu tarte à la crème qui lui arrivent jusqu'à présent que je ferais, mais je ferais alors une sorte de satire de l'homme d'affaires. De figuur de Mesmaker bijvoorbeeld zou in een andere strip of fase, in juist ook kunnen... Attentie dames en heren, om kwart over 9 vangt aan de prijsuitreiking in de congreszaal. Kwart over 9. Dus de Mesmaker zou kunnen evolueren en meer begint te gelijken op een satire, een echte parodie van een echte zakenman, terwijl het nu maar een soort symbolische figuur is. C'est bien ça, c'est une sorte de figuur symbolique. Oui, ça pourrait devenir en tout cas une critique du véritable homme d'affaires. Et je ne sais pas si ce n'est pas vers cette direction-là que je vais. En dan bijvoorbeeld uitmonden op een echte kritiek, een kritische kijk van de zakenwereld en van de zakenman. En Franquin zegt dat het helemaal mogelijk is. Dat hij die richting zou ingaan. Hij weet het nog niet zelf helemaal precies. Ik weet niet of er vragen zijn uit het publiek, want ik heb nu al een aantal vragen gesteld. Maar zijn er andere brandende zaken waar lezers mee zitten? Maar anders heb ik nog wel een brandende vraag, eigenlijk twee. Eerst komt deze. Als u deze strip niet zou zelf tekenen, als u deze strip niet zelf zou tekenen, zou u dan wel komen? Als u de strip niet zelf zou tekenen, zou u hem dan wel kopen? Ze doen dus in het bandje, dus ik wil dat strip. Si j'achetais la bande je crois que j'achèterais plutôt à mon âge une bande dessinée différente. J'achète tout de même la bande dessinée comique, mais je serais plus tenté d'acheter une bande dessinée plus satirique et plus. Op zijn leeftijd, zegt André Valkij, zou hij meer geneigd zijn andere strips te kopen, meer satirisch, meer agressief. Oui, par exemple. Oui, oui je crois. Oui, oui, oui. Zou de loop van de jaren zijn een aantal personen in het verhaal of in de bezetting van Proust toegevoegd? Is dat waarschijnlijk om nieuwe mogelijkheden aan te worden? Waren nieuwe mogelijkheden nodig omdat oude mogelijkheden uitgeput waren? En staat ons nu weer een personage op stapel? Of groeit dat een beetje toevallig? De
garçon, de communiquer un nouveau personnage. Ouais. Et comment ça se fait en quelque sorte? Est-ce qu'il y a des réserves ou bien c'est tout la facteur? C'est l'évolution d'un nouveau personnage. Oh, ben ça vient tout simplement du fait qu'on trouve un gap pour lequel on a besoin d'un personnage nouveau. Alors ce personnage nouveau peut passer une fois, ou bien on peut s'y habituer, on peut avoir le désir de le reprendre. Yeah. Et on ne le sait pas, le dessinateur, l'auteur ne le sait pas à l'avance. Ja, dat komt dus door het feit dat voor een bepaalde kak je de tekenaar dan uitvindt en precies een zeer bepaalde figuur nodig heeft. En dan tekent hij die figuur en misschien wordt die figuur daarna opnieuw gebruikt omdat hij zichzelf interessant of sympathiek vindt, maar misschien niet. Oui, je crois que on peut dire que c'est fait d'instinct. Et comme dans la vie, on a des sympathies, on rencontre des personnages. Et certains, on les rencontre, on ne les voit plus. Et d'autres deviennent des connaissances, des amis, ou bien des. On passe un certain temps de sa vie avec eux. Die andere figuren, die andere personnages, worden bijna instinctmatig gecreëerd en getekend. En die zijn niet zo op een lang termijn. Voorbereid om dan eventueel 2 of 3 jaar later te dienen. Het is veel dichter, zegt André van Kennen, zoals bij het echte leven. Ik wil vragen waarom je met Robben te pakken aan. Waarom is hier van Kennen opgenomen met Robben? Pourquoi que la fin de business? Ah! parce que j'en étais. Est-ce que je sentais que je devais faire autre chose, parce que j'en étais simplement tout à fait fatigué et que j'étais arrivé au bout de ce que je pouvais trouver dans ce livre. Hij was eenvoudig weg over de spul. Hij wou iets anders tekenen en hij was van mening dat hij qua Robbedoes niks nieuws meer zou vinden. En voor hem is dat belangrijk in deze mate dat een verhaal tekenen, een verhaal verzinnen, moet iets nieuws zijn. En zijn bron, zou ik bijna zeggen, Robbedoes, was uitgeput. Dan stopte hij er liever mee en ging hij verder met Gust of met iets anders. Je dois dire que quand j'ai quitté Robbedoes, j'avais encore des scénarios en préparation, j'avais des idées en réserve. Mais ce qui n'était plus, ça ne venait plus facilement et je ne le faisais plus avec plaisir. C'est simplement, j'avais plus envie de le faire. Toen hij met Robbedoes stopte, had hij nog verhalen klaar en ideeën voor scenario's, etc. Maar het liep niet meer vlot. Hij tekende, hij deed het niet meer graag. En daarom is hij ermee gestopt, omdat hij helemaal vrij moet blijven. Meneer Van Kennen, Non, et je le regrette beaucoup parce que on a fait un film qui n'est pas très bon d'ailleurs, adapté d'après les aventures de Gaston. Et j'avais espéré que les gens qui faisaient ce film-là se serait servi beaucoup d'un appareil Jean Gaffophone qu'il y avait dans le film. Et je voudrais moi-même entendre le son. Et je suis persuadé qu'avec les moyens électroniques actuels, il y a moyen de faire un magnifique bruit de Gaffophone. Et j'espère qu'un jour, je l'entendrai. Il ne peut pas le faire, mais Franck Indent, dans la huidige musicale, électronique, technique et mogelijkheden, het geluid van een Vlaamse vogelgemak zou kunnen gecreëerd worden, maar hij is echt benieuwd. Hij zou zelf graag naar luisteren, want hij heeft het nooit gehoord. On a un jour fait une adaptation d'un épisode de Robbedoes qui se passait sous la mer et le repère de la Mourenne. Et j'espérais que les gens qui mettraient faisait la sonorisation, qui devait faire la sonorisation, emploierait vraiment toutes les ressources sonores qu'on peut, je sais bien que c'est le monde du silence, mais mettrait une ambiance qui exprime le fond de la mer d'une façon sonore. Et j'ai été très déçu parce que j'ai constaté qu'il n'y
y a des gens, comme il y a des gens qui dessinent bien et des gens qui dessinent moins bien, lui-même, comme on s'écrit soi-même quand on écrit un texte. Ik voel die tekening van een auteur, een soort uitmonding of van zichzelf. En hij tekent van zijn sprekend een beetje zichzelf, want het is toch zijn werk in wat hij tekent. Je hebt presque een autoportret, d'ailleurs. In een zekere mate ook een zelfportret. In een zekere mate. In zekere mate. We hebben hier nog 1, 2, 3, 4. Felicitaties. Merci, dankjewel. We hebben hier nog 4 vragenstellers. Nou, hele korte vragen, want we beginnen uit te lopen en André heeft nog meer te doen vandaag. Ik wilde vragen waarom Leslie de Noir wel in de trombone illustré zijn verschenen, maar niet door zijn gegaan in Spirou en Robidoux. Geld of vraag is? Waarom zijn Leslie de Noir? Leslie de Noir wel in de trombone, maar niet in Spirou en in Robidoux. Pourquoi Leslie de Noir dans le trombone et pas dans Spirou Robidoux? Ah, parce que le trombone n'a pas continué dans Spirou et on s'est arrêté après 30 numéros. Dus trombone illustré verscheen alleen maar een vijftal jaar geleden, denk ik. Alleen maar in Spirou en niet in Robidoux. En heeft 30 weken lang geduurd. Et quand le trombone s'est arrêté, j'ai eu envie de continuer les idées noires. En toen het dan gedaan was met dat supplement trombone illustré in Spirou, voelde Franquin veel voor om met idées noires, dus zwartkijk, verder te gaan. Et mon ami Gottlieb, qui édite avec son ami Diamant le Fluide glacial en France, m'a proposé de faire un numéro spécial avec toutes les idées noires parues. En zijn vriend, de tekenaar Gottlieb, die in Frankrijk dus Fluide glacial uitgeeft, heeft aan André Franquin voorgesteld een speciaal nummer te maken met alle idées noires, al het zwart kijken, dat al verschenen was. Qui avait déjà paru? Qui était paru, oui. Ja, die dus verschenen was in Trombone. Et alors l'idée de continuer est venue tout naturellement. L'idée de continuer dans Fluide glacial, les idées noires est venue tout naturellement. En dan heeft het, dan heeft die situatie uitgelopen op het feit dat hij regelmatig in Fluide glacial een idée noire publiceert. Ik werd even afgeleid door de lijst van vragenstellers en het is. Ja, er branden toch een hele hoop vragen. Zwart kijken. Er is een vraag van. Hij heeft getekend. Guust, zwart kijken en nu weer Guust. Daar hangen twee vragen aan en dat is de eerste vraag. Wanneer komt. Wanneer komt er een tweede album van Zwart Kijken? En waarom is hij van Guust naar Zwart Kijken en weer terug naar Guust gegaan? Fluide glacial, où les Zwart Kijken paraissent. Ne paraît qu'une fois par mois. Dus zwart kijken verschijnbaar 1 keer per maand in Fluide glacial. Alors ça prend du temps pour avoir un album, la matière d'un album évidemment. Dus het duurt jaren om genoeg bladzijden te hebben voor een volledig album. Alors je n'ai pas abandonné Gaston pour faire des idées noires, mais je fais les deux en même temps. En André heeft Guust niet verlaten om zwart kijken te tekenen, maar hij tekent de twee tegelijkertijd, alternatief zou ik zeggen. Het ene na het andere. Misschien een idée noire par mois. Ja, zijn droom zou ik zeggen, is 1 Guustplaat per week en 1 zwart kijken. Het allemaal hoort en noteert. Het staat in ieder geval op de band. Oké, fijn. Zullen we nu aan André vragen of hij wat kortere antwoorden kan geven, zodat we de vragen die hier nog staan, dat zijn mensen die morgen er niet meer zijn, of we die even door kunnen werken. Oui, d'accord.
Frankrijk is ook scenarist, hè, voor Wiel, met de serie Isabel. Hoe bevalt het om scenarist te zijn? Hoe bevalt de serie Isabel? Er komt er nog meer. Tu es aussi scénariste pour la série. Oui, oui, oui. Comment te sens-tu en tant que scénariste? Est-ce que tu as d'autres projets de scénariste? Oh, ça m'amuse beaucoup. C'est une des histoires les plus amusantes que j'ai faites dans toute ma carrière. Isabelle is voor hem een zeer leuke ondervinding. Het is een van de plezantste ondervindingen als scénariste in zijn hele carrière gelegd en mij. Et j'espère beaucoup que cette série d'Isabelle va réussir et va trouver un public plus important. En hoopt dat de serie Isabel het succes wordt en een veel ruimer publiek, door een veel ruimer publiek zal bekend zijn, want blijkbaar is die serie voorlopig niet confidentieel, maar toch nog helemaal niet beroemd. Dat is zijn wens. Ik zou willen vragen waar Frank Heij zijn laatste boek van Robert Hoes, dat hij zijn eigen figuren eigenlijk een beetje belachelijk heeft gemaakt. Pourquoi dans la dernière aventure de Spirou as-tu ridiculisé ta propre image? Je ne comprends pas bien la question. Je ne sais pas, c'est venu tout naturellement. Je n'avais plus tellement envie de faire Spirou et sans doute que j'avais vieilli et que je voyais Spirou autrement et d'une façon moins naïve. Dus in dat laatste avontuur dat Van Robbedoe dat Frankrijk tekende, is het heel natuurlijk gekomen, zegt hij. Hij voelde niet zoveel meer voor, of zeer weinig voor, om verder Robbedoes te tekenen. En hij zegt dan ook zelf, omdat hij iets ouder werd, de Robbedoes figuur, een figuur uit het Robbedoes verhaal, stilaan anders. Oui, je voyais autrement. Dus hij neemt een zekere afstand, een zekere distanciering van die Robbedoes figuur. En je ne me suis pas tellement rendu compte au moment de le faire que je me moquais de mes propres personnages. Hij was niet zo bewust, zelfbewust, dat hij gedurende het tekenen zelf een soort kritiek bracht of een soort satire op zijn eigen personages. Dat was niet zo bewust. Ik heb maar één vraag namelijk, of meneer Franke even wil reageren op wat hij nu krijgt. Zijn leesbril niet op. Daar is dus al voor op gereageerd. Ça m'amuse beaucoup, parce que Gaston est un personnage que les lecteurs de Gaston dessinent très facilement et ça me fait toujours plaisir. Hij vindt dat het leuk is dat lezers van Gust zo op Gust reageren en zijn Gust tekenen, want hij vindt het echt fijn dat zijn lezers in feite ook graag Gust tekenen. Hij vindt dat leuk. Ik heb nog één klein vraagje en dat is, tekent gaat André nadat hij in de Nassauzaal getekend heeft met de overheadprojector, signeert hij dan nog in de Dupuis stem? Nee, er werd afgesproken dat André vandaag niet zou signeren en in het algemeen trouwens niet signeert en ik zal ook de reden geven. Die André zelf, het is niet. Ik ben er niet die de reden geeft. Op de moment dat u signe staat, je dis non. Je donne la raison. Hij vindt dat als zijn lezers onder andere en mijn handtekening komen vragen, dat het voor hem een beetje moeilijk is om dat te weigeren. Maar er zijn zoveel, werkelijk zoveel lezers, dat hij onmogelijk aan iedereen een handtekening kan geven of een tekening kan maken. En dan moet hij wel, laten we zeggen, logisch blijven en een conclusie trekken. Aangezien het niet mogelijk is, is het beter, denk ik, dat er geen handtekeningen worden gegeven. Dat is de reden, in feite. C'est triste d'en décevoir plus que dans ceux qui sont satisfaits. Ik vind dat het beter is de mensen niet teleur te stellen dan, laten we zeggen, de happy few, dus een minderheid, plezier te doen. Dat is zijn mening, daar komt het.